Goedemorgen. U kijkt naar de weersverwachting van Weerplaatsen.nl. Op de satellietfoto zien we enkele wolkenvelden boven Nederland, maar ook een paar opklaringen. Toch schijnt de zon nauwelijks. De bewolking heeft vanochtend de overhand, is zelfs al dik genoeg om een enkel spatje regen of motregen te laten vallen. Het is koud vanochtend, met 1 graad slechts in Groningen en 3 tot 4 graden elders in het land. Vanmiddag wordt de bewolking dikker, betekent dat het harder gaat regenen. Vanuit het westen komt het regengebied opzetten, trekt langzaam naar het oosten. Het wordt zo'n 4 graden langs de oostgrens, 9 graden maar liefst in Zeeland. Verder waait er aan zee een krachtige zuidenwind. Vanavond trekt het regengebied geleidelijk weg. Langs de oostgrens kan er dan ook nog wat natte sneeuw vallen, maar veel stelt dat niet voor. Morgen krijgen we ander weer. De zon schijnt flink, het blijft ook een groot deel van de dag droog. Slechts een enkel buitje valt er verspreid over het land. De lucht is nog wel koud genoeg voor natte sneeuw, hagel, misschien zelfs ook onweer. Het wordt 5 tot 7 graden. Zaterdag kan er vooral in het westen en zuiden ook nog een winterse bui vallen. Elders blijft het droog en de wind draait in de loop van de dag naar het oosten en dan wordt het kouder. Zondag en maandag ligt de middagtemperatuur iets boven het vriespunt. In de nachten vriest het en de zon schijnt geregeld. Het wordt dus winter in Nederland en misschien kunnen we later in de week schaatsen.